Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik ben natuurlijk niet in mijn eentje. Maar Geraldine zit nog even te plassen op de wc. Maar die komt eraan. En dan hebben we... Ah, daar ben je. Dames en heren, Geraldine Kemper. Ik heb wel verteld dat je ging plassen. Ja, fijn. Ja, ik denk dan weten mensen toch wat je aan het doen bent. Ja. Ja, dat ben ik. Ja. Oh, ja. Dit was op een festival. Ik weet waar deze foto is gemaakt. Ja. Ja. Goed. Geraldine, jij bent natuurlijk tv-maakster. En mijn collega, zeer direct collega. Morgen gaan we weer een aflevering voor Proefkonijnen opnemen. Ja. Wordt leuk. Ja, zeker. Ongelukkig. Ja, het wordt echt heel leuk. Ja, en dus mijn televisiezusje. En deze mensen hebben allemaal heel veel vragen voor jou. Ik heb een heleboel vragen voor je. En laten we dan bij het begin beginnen. Als je wat dorstig bent, dan is er gewoon een water voor je. Ik vind het een hele rare verhouding. Dit is super raar. We zijn altijd samen mensen aan het interviewen. Nu is het opeens tegen elkaar. Ja. Oké, okay. Oh nee, met elkaar. Ja, zullen we beginnen? Ja. Prettige wedstrijd. Ah ja, dankjewel. Ja. We beginnen bij je jeugd. Je komt natuurlijk uit... Volendam. Volendam, precies. Wat voor meisje was je daar? Ik was een meisje die... Nou, hoe komen jullie in deze leuke foto's? Ik sportte heel veel, was gewoon echt goed bezig met school. Geen meisje die echt heel veel spijpelde. Ik had wat vrienden. Ik was eigenlijk gewoon best wel saai. Wat sportte je ook alweer? Atletiek. Ook best wel goed. Was je, ja? Ja, we hebben echt wel aan de Nederlandse kampioenschappen meegedaan. En gewonnen. Ben je Nederlands kampioen nou, dat geweest? Met de groep, ja. In wat? En met de estafette zijn we ook een aantal keer tweede en derde geweest. Waren we nooit de snelste, maar wel altijd tweede of derde. Had je ook topsporter kunnen worden als je nee, niet televisie... Nee, op een gegeven moment kwam ik er dus achter dat ik gewoon niet goed genoeg was. En ja, je wil wel iets doen waar je echt heel goed in bent. Vooral als je alles moet opgeven. Want als je topsporter bent, nou ja, dat is echt wel vrij heftig. Want ik heb wel vrienden die het uiteindelijk zijn geworden. Maar ja, ik vond het gewoon niet leuk. Niet leuk genoeg. Nee. En ik was niet goed genoeg. Nee, het is prima. Nee, niemand vindt het. Het is goed gekomen. En jij hebt een zusje? Ik heb een zusje, Sophie. Hebben we daar ook een foto van? Nee. Nee, goed zo. Ik heb foto's van je zusje. Maar goed, dat is van televisie. Heb jij zo'n foto van mijn zusje? Nee, oh, niet dat soort foto's. Ze is 2 jaar jonger. Ja, maar ik kom haar nog wel eens tegen op een televisiegala. Ja, 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 ja. Dus ik heb een foto waar we toevallig allebei op staan. Oké, ja, mooi dat je het even zegt. Nee, ik heb een zusje inderdaad, 2 jaar jonger. Ja? En wat voor band hebben jullie? Nou ja, gewoon een zus- en zusjesband. Maar niet dat we samen naar feestjes gaan of... uit eten. Het is gewoon, zij woont in Volendam, ik woon in Amsterdam. Ja. Dat is een beetje. Oké. Okay. En toen je zeg maar zo oud was, dus hier, hoe oud ben je hier? Ja, wat zal het zijn? Lekker bol kopje hoor. Ja, ja, dat heb ik nog steeds wel, hè. Hoe heet de hond? Ja, dat weet ik dus niet. Is het wel jouw hond? Nee. Oh, het is niet jouw hond? Nee. Ik denk ook echt, hoe kom ik aan deze hond? Hij is best schattig, hè? Ja. Hoe oud zou ik hier zijn? 8 of zo? En wat wilde je, toen je 8 was, wat wilde je toen worden? Ja, ik was echt, ik volgde altijd een beetje wat andere mensen deden. Dus op een gegeven moment was mijn nichtje, dat was mijn grote voorbeeld, die wilde heel graag croupier worden in casino. Ik dacht, oh, dat vind ik dan ook wel leuk. Ja. Ik wilde, nou ja, daar haalt het echt een beetje mee op. Ik weet nog steeds niet wat ik wil worden in mijn leven. Je hebt in een viswinkel gewerkt. Ja, ik kom uit Volendam. Ik heb eigenlijk echt het meest Volendamse... Ja! Nou. Wauw, wat goed dit! Ik heb deze foto. Kom hier. Kijk, die kop ook weer zo dik. Ik wist dit dus ook niet. Dat is alles. Hey, wat is serieus? Even eerste ding. Wat is het met je haar? Ja, het moet uit je gezicht voor de hygiëne. Dus ik deed dan altijd... Ben jij dit? Jezus, wat erg. Even een foto van maken, hoor. Dit is echt een erge foto. Maar dit is wel de beste viszaak van Nederland. Viscircus Gebroeders Koning. Ja, ik heb hier van de hoop. Ik lust niet eens haring, hè. Ik heb er vandaag toevallig... Nee. Maar je werkt in een viswinkel. Waarom? Waarom in een viswinkel? Nou ja, ik heb een hele Volendamse familie. Mijn opa die is visser altijd geweest. Die is nu overleden. En die had 2 zoons. Die deden ook vissen. En oma was gewoon huisvrouw. Mijn tante is Maribel. Die is een vrij bekende... Hoe gaat het liedje ook alweer? Wat wij toen een keer samen hebben gezongen. Ik hou van jou... Alleen van jou. Ja, ik kan niet zo goed zingen. Maar goed. Maar goed. En, ik vroeg waarom je in de viswinkel ja, sorry. We zijn een beetje aan het... Nee, het is een beetje... Je neemt een krantenwijk of je gaat in een visshop werken in Volendam. En mijn oom die heeft dan een viswinkel in Almere. Dus het ging een soort van... Ja, 1-1 is 2. Op mijn 14e zat ik daar die kutklusjes te doen. En uiteindelijk was ik tot mijn 19e. Heb ik toch echt elke zaterdag wel gewerkt. En soms op een woensdag als ik vrij had. Of op een maandag.
Was het leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Had je het voor altijd kunnen doen? Nee. Okay. Nee. Het is echt hard werken, want je wordt om 5:45 opgehaald. En kwart voor zes? Ja. Oh, dan kun je beter bij de televisie werken. Ja, dan heb je ook wel af en toe terrortijden. Ja, maar af en toe. Dan krijg je wel iets meer betaald. Ja. Maar geen gratis vis, dat had ik wel altijd. Ja. Maar goed, ik heb heel lang gewerkt in een viswinkel. Kun je even aan de mensen uitleggen wat het probleem met de kibbeling in Nederland is? Weet je wat kibbeling is? Ja. Frituur, ja. Ja, dat het... Heel vaak niet meer. Dat het niet goed gemaakt is op de manier zoals het hoort. En dat is eigenlijk van kabeljauw. Kibbeling hoort van de kabeljauw. Dat heb ik Jan geleerd. Dus als je nou in een visshop bent en ze zeggen van ja, is niet van de kabeljauw, moet je eigenlijk zo'n vers stukje vragen. En die frituren, dat is echt fantastisch lekker. Gratis tip van Geraldine. Heb je dat wel een bakje kibbeling van een pondje, die is wel een 10 euro. Of ja, maar proef je dan wel er ook aan af. Ja, dat klopt. Jij bent sportmarketing en management gaan doen. Ja. Ja, dat is hier, heeft hier niks mee te maken. Dit is denk ik de foto van je laatste vakantie? Nee, ik... Je hebt er ook dit soort opblaasbeesten bij, hè? Ja, dat klopt, ja. Nee, dit was van een of ander hotel. Oh ja. Maar goed, waarom ging je dan in godsnaam sportmarketing en management doen? Ja, ik sportte heel graag en veel. En ik dacht, ik vind Ajax nog steeds leuk. Vond het vroeger nog leuker. Ik wilde heel graag bij Ajax werken. En ik dacht, nou ja, dan begin ik maar gewoon dicht bij huis. Bij de Arena, in de Bijlmer. Sportmarketing en management. En wat was je? Ik was eigenlijk heel goed bezig. Ik had mijn P in 1 jaar. Ik weet niet of dat nog steeds heel tof is, maar ik vond dat heel tof toen. Ja, en dan het tweede jaar ging iets minder goed, maar dat was alleen aan het einde, omdat ik toen dit deed. Ja. En ja, ik zat met allemaal mannen in de klas, dat vond ik heerlijk. Ik vind vrouwen gewoon best wel lastig. En er zaten maar 3 vrouwen in de klas en voor de rest 30 mannen. En met die 3 vrouwen was er ruzie, dat heb je ook weer. Dus het ging allemaal heel chill, lekker veel sporten. Ja, ik ken het. Toen kwam je ineens terecht in Sterretje gezocht. Of ja. Tenminste, daar gaf je voor op. Ja, ik dacht van oké, ik vind tv niet per se heel leuk, maar ik vind Spuiten Slikken heel leuk om te zien. Ja. En ik vond Try Before You Die heel leuk om te doen. Heb je allebei Crazy gedaan. 88, leek me heel leuk. Ik dacht, stel je voor, ik doe die dingen en ik krijg daarvoor betaald. Dat zou toch wel het leukste werk zijn ever. Dus ik denk, ik ga gewoon me inschrijven, kijken hoe ver ik kom. En dan stel ik word niet nummer 1, dan weten ze in ieder geval, dat is dat ene meisje uit Volendam. Misschien kunnen we die nog later een keer bellen. Ja. Maar ja, ik werd dus wel nummer 1. Ja. En? Nou, ik kijk nou eens. Kijk hoe jong Dennis is, jongen. Hier was hij nog verliefd op me. Ja. Maar had je hiervoor ooit een cursus gedaan? Nee, of presenteren of ervaring? Nee, echt. Bestond YouTube al? Nee, ja, volgens mij ook niet heel. Ja, het bestond wel, maar ja. Je gebruikte ook nog niet social media echt om stemmen te winnen. Dit was echt ook echt nog tv. Ik had volgens mij niet eens Facebook. Dus nee, Hives was het toen nog. Ja, volgens mij. Kennen jullie allemaal niet meer? Was een soort houten Facebook was dat. Ja. Ja, nou, ik heb dus eventjes ter voorbereiding op nog eens je filmpje gekeken. Dat je in bikini voor het eerst opkwam. Ja, nee, we gaan hem niet laten zien, toch? Nee. Nee. Al heb ik er nu een beetje spijt van dat we hem niet gaan laten zien. Nou, denk iedereen die het nog nooit gezien heeft, hoe de wereld was zien. Kijk eens hem daarna maar. Nou, jij komt op en je zegt: I'm Geraldine, I like to dance. En when I shake it, it's like an earthquake. Het is echt vreselijk. Ik was op trainingskamp geweest in Portugal. En ik moest iets verzinnen om in 20 seconden tijd in ieder geval de aandacht van de jury te krijgen. Ja, anders schuif je door. Dus ik dacht, nou... Ik ken ook andere mensen die hebben meegaan aan steekjes gezocht. Die schoven gewoon door. Ja, dat is kut, man. Ja. Want dan word je gewoon weggebonjourd. Ja. En toen moest ik zeggen, hoi, ik ben Geraldine. Ik hou van voetbal, hou van jongens, klein beetje van meisjes. En toen ging je door naar de finale. Ja, in de finale kreeg je 3 minuten live tv. En dat is best wel intens, want je krijgt gewoon een podium. Heel Nederland kan je zien. Als je op je bek gaat, ga je op je bek. Dus ik moest die 3 minuten zelf vullen. En toen ben ik een musical gaan zingen. Ja, als ik er nu aan terugdenk, denk ik echt, why? Maar het klonk wel eigenlijk best oké. Nee, het was heel gewonnen. Grappig. Ja, je moet hem echt even kijken. Ja, gaan we doen. Want wat won je eigenlijk, behalve die ontzettend lelijke prijs die je hier Ik denk echt dat ik die niet meer heb. En dat ik die heb weggegooid, ja. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, maar dat wat won je verder? Ik zou een aflevering krijgen in Spuiten Slikken. Ik zou in een aflevering te zien zijn van Onderweg naar Morgen. Ben jij te zien geweest in Onderweg naar Morgen? Ik ben te zien geweest. Het zat in het prijzenpakket. Echt waar? Ja, en weet je wat ik daar speelde? Nee. Ik was 19. Ik speelde een vrouw wiens man was overleden. En ik had 2 kinderen. Ja, en ik had nog nooit geacteerd. Maar dat zat allemaal in het prijspakket. Maar toen ging Dennis weg bij Spuiten Slikken, Dennis Storm. Ja. En toen kwam er een gaatje open.
En toen kwam je dus in spuiten en slikken. Gaan mensen je dan direct anders behandelen? Ja. De mensen die je al kennen? Of nee, uit, of dat niet. Dat de niet. Mensen die je echt heel direct kennen, niet. Maar je wordt wel anders behandeld. Ja, je komt op tv, dus mensen vinden het interessant. Of ze doen nou harder hun best. Wil er wel iemand wat vragen? Ja, want je had het daarover dat je daar nog een blanco meisje was. Ja. In hoeverre ben je nog dat blanco meisje? Of in hoeverre ben je eigenlijk nog jezelf gebleven? Ik denk zeker wel dat ik mezelf ben gebleven. Alleen heb ik heel veel... maak ik heel veel mee op tv. En ik ben het op mijn eigen manier aan het meemaken. En aan het laten zien. Dus het is een beetje... De dingen die ik op tv doe, zie je door mijn ogen. En vertel ik wat ik voel. Dus ja, ik ben niet meer dat blanco meisje. Maar ik denk wel dat, dat je wel de echte ik ziet op tv. Dus de dingen die ik beleef, dat dat gewoon wel vanuit mij is. Vanuit dat blanco meisje. Ja. Het is nu iets meer een boek geworden. Maar... Dat gebruik je ook weer, hè, met andere dingen. Alle dingen die je hebt meegemaakt. Ja, de meneer met de rode trui achterin en deze meneer hier. Maar deze meneer kom ik zo bij. Er komt de microfoon naar je toe. Had je ooit Had je ooit durven dromen als kleine meisje van die mooie foto van toen straks dat je in spuiten en slikken terecht zou komen of zo'n soort programma? Nee, nee. Het was echt, het was allemaal één groot sprookje ook, hoor, waar ik in zat. Vooral na die finale, dat ik echt dacht de hele tijd, hoe kan het nou dat ze mij leuk vinden? Dat ze mij die rol geven. Dus nee, ik had het zeker niet durven dromen. Elke keer denk ik nog, als ik op een mooie plek sta in de wereld, van fuck, dit is gewoon mijn werk. Moet ik ook van blijven genieten. Ja, ondanks dat het ook af en toe een beetje eng is. Ja. Moet je wel echt blijven genieten. Ja, er gaat in het komende seizoen Proefkonijn hier en daar wel weer een traantje vallen, hoor, mensen. Kan ik wel vast verklappen. Ja, er wordt weer heel veel gejankt. Nog meer vragen? Oeh, ja, twee naast elkaar. Zijn er bepaalde ervaringen die je hebt gehad die je wel op een of andere manier positief zijn nagebleven? Bepaalde... Drugs? Ja, of zeker. Nou, heb je teruggedacht? Of ik tips heb? Nee, kijk, er zijn een aantal drugs die me heel erg zijn tegengevallen. Eén daarvan, laat ik beginnen met iets negatiefs en dan eindigen met positief. En dat is Space Cake. Ik heb voor BNN2 Space Cake moeten eten. Of moeten, ik wilde dat eten. En dat kun je gewoon op elke hoek van de straat halen. Dat is iets wat legaal is in Nederland. Nou, en ik ben nog nooit zo slecht gegaan. Ik dacht dat alles op deze hele wereld, dat alles gescript was. Dus iedereen, ik werd heel erg para. Een Truman Show. Het was een soort van Truman Show, maar dan heel negatief. Oh ja. En dat is dan iets wat je gewoon legaal kunt halen. Dus ik ging ook heel makkelijk in. Maar mijn eerste keer voor BNN MDMA, dat was op een vampierenfeestje. Ja, dat was wel, ja, dat is MDMA, is op moment zelf heel leuk om te doen, ja. Alleen ja, de paar dagen daarna, dan kun je zelf wel bij elkaar vegen. En dat gebruik je dan ook in de uitzending, maar... Ja, dat, op dat moment heb je dat nog niet door. Dan denk je alleen maar, oh mijn god, wat is dit geweldig. Ja. En wat heb ik dorst. Is je altijd een globetrotter, iemand die veel aan het reizen was? Nou, ik moet zeggen, eigenlijk helemaal niet zoveel. Nee? Nee, ik was 19 en daarvoor was ik veel aan het sporten. Eigenlijk weinig aan het reizen. Spanje, daar was ik in. Is dat David? Dat is David, ja. Dat is een regisseur. En ik was hier in Marokko. Oh ja. Ja. Nee, ik was eigenlijk heel weinig aan het reizen. Ik vond het wel altijd heel leuk, maar... Maar je was nog nooit buiten Europa geweest? Nee, jawel, Amerika. Oh ja. Maar dat vind ik eigenlijk bijna geen... Ja, het is wel buiten Europa, maar dat is nog wel heel westers. Ja, heel westers, ja. En van alle... Want je bent inmiddels echt op 10.000 plekken ongeveer. Nou, geweest. Ik heb het dus laatst gecheckt met jou. Gingen we samen kijken hoeveel landen we hebben bezocht. Ben je inmiddels alweer weg geweest nu? Nee, hè? Nee, dus we staan nog gelijk. We hebben alle twee evenveel landen bezocht. Ja, 46. Ja, ik ga wel eind deze maand naar Finland. Shit, man. Ga je... Kut, dan heb je er eentje meer. Ja. Maar okay. 46, ja. Dat is wel heel veel, hè? Ja, maar ik vind dan ook wel weer dat ik denk... Nou, er kunnen er nog heel veel bij. Ja, en welke wil je er dan echt nog bij hebben? Nou, ik had vanochtend heel toevallig een meeting over de dingen die ik... voor aankomend seizoen 3 op reis. En toen is Nepal gevallen. Daar ben ik wel een keer geweest. Maar ik wil echt heel graag daar een bergtocht doen. Mm-hmm. De Galapagos-eilanden met Ecuador. Dat is echt iets... Dat is zo'n mooi stukje wereld. Ja. Maar ja, ik bedoel, IJsland lijkt me ook te gek. Heel mooi. Finland, waar je nu heen gaat. Ja. Ook fantastisch. Ja, die lijst is echt oneindig. Ik heb nog niet gehoord wat je laatst tegen mij zei, waar je het liefste naartoe wil. India. Waar je ook naartoe zou gaan. Maar dat ging toen nu niet meer. Oh ja. Ja, die heb ik een soort van weggedrukt. Oh ja. Ik zou al 3 jaar naar Japan gaan.
En nu is laatst een andere collega naar Japan gegaan met mijn reis. Dat was echt wel een beetje kut. Maar je komt, wat is dan overal waar je geweest bent, je meest favoriete bestemming? Nou, ik ben dus laatst in Madagaskar geweest. Dat wordt nog uitgezonden ook voor op drie op reis. En dat is zo'n mooi en divers land. Oh ja, Peru is ook vet. Ja, vet. Wat heb ik nou, een gekke kop? Ik wou zeggen, ben je door een wesp gestoken? Ja, dat lijkt het, hè? Oh, ik weet het wel. Ik was hier heel ziek. Oh ja. Ja, dat is wel zo. Ik was kotsend en diarreeënd was ik deze teksten aan het doen. Want dat is het punt als je op reis bent. We waren maar 2 dagen op Machu Picchu. Of 1 dag. En er moet wel gewoon gedraaid worden. Want ja, de vergunningen zijn dan. Dus het was echt, Ger, ben je er klaar voor? Zo, ja. En dan, Ja, want over dat korte aanwezig zijn wil ik even zeggen. Want dit is Machu Picchu, maar het is helemaal leeg. Ja, dat was heel vet. Want we waren helemaal aan het einde dus van de dag. Nee, het is helemaal niet leeg. Het lijkt zo. Kijk maar, want je mag niet lopen op dat groene gras. Maar oh, kijk al die mannetjes daar. Heel leeg. Ja, dus dat is wel goed dat je dat denkt. Want maar dan nog, bent. Mensen denken natuurlijk heel vaak dat je een soort van op vakantie bent. Ja, ja, nee, het is wel bikkelen. Vaak gewoon, het is wel bikkelen op een hele mooie locatie. En lunchen op een goede locatie en werken. Maar het is wel gewoon doorbeuken. Want zoals ik al zei, je hebt maar een bepaald aantal dagen per locatie. En dan moet gewoon dan gedraaid worden. Dus als je ziek bent, wat ik dus laatst ook had in Nieuw-Zeeland. Wat echt vreselijk is, want dan ben je op een van de mooiste plekken van de wereld. Maar ja, dan moet je wel gewoon draaien. Ja. Zat ik echt in een helikopter. Ik dacht alleen maar, ik wil naar bed, ik wil naar bed, ik wil naar bed. Ik denk, wat denk ik nou eigenlijk? Want ik zit in een helikopter. Maar ik was zo ziek. Ja. Maar goed, je draait het wel en uiteindelijk zien mensen het niet. Alleen zie ik het nu wel terug op dit foto. Ja, ik vind het ook een beetje gek hoor. Ja. Maar goed, dit zei je vergeven. En van alle bestemmingen waar je geweest bent, wat is dan je minst favoriete bestemming? Hoe heette dat ook alweer? Wacht even voor. Boskoop? Nee. Ik was in... was de hoofdstad van Kroatië ook weer? Zagreb? Zagreb, ja. Vond ik echt een stomme stad. Als je op reis gaat, wat neem je dan sowieso altijd mee? Wat heb je altijd bij je? Nou, ik wilde zeggen mijn paspoort, maar die ben ik al... Hey, hier is wel een betere foto. Ja, was ik niet ziek. Goeie foto. Kaap Verdië was dit. God, ik vergeet dus ook af maar en toe waar ik ben geweest. Wat neem je altijd mee? Ik wilde dus paspoort zeggen, maar die ben ik dus al 3-4 keer vergeten. Dan moesten we weer terug vanuit Schiphol naar mijn huis. Ja, heel erg. Dan denk je, hoi, reiziger. Volgende vraag. Hoeveel talen spreek je eigenlijk? Ik spreek amper Nederlands. Nederlands en Engels. Een beetje Duits. Hoe dronkerder ik word, hoe beter mijn Duits. Oh ja. Ja, dan begin ik opeens zeer goed Duits te spreken. En je maakt er een heleboel mee. Ben je ook wel eens bang op reis geweest? Even kijken. Het is altijd alleen maar leuk geweest. Ja, op een of andere manier denk je als je in zo'n bubbel zit van camera en geluid en regie, dat niks kan gebeuren. Maar ik heb wel 1 keer in een bootje gezeten. En dat was toen Kaap Verdië, geloof ik. Ik weet even niet meer precies waar het was. Maar we zaten in een bootje en opeens kwamen de golven waren zo hoog. En we moesten nog terug van het eilandje naar het vasteland. En hij zei, nou, let's go. En op een gegeven moment zag ik gewoon aan zijn ogen, aan zijn houding, dat het niet goed was. Was het niet van Robbe-eiland? Oh, dat was van Robbe-eiland. Bij Versus. Dat was in Zuid-Afrika, ja. Was niet leuk. Toen was ik echt wel bang. Want toen was het echt te hoog. Dat was niet netjes. Ja, maar bijvoorbeeld angst in het leven sowieso. Waar ben je bang voor? Oh ja, ik heb wel een aantal dingen waar ik echt bang voor ben. Zoals daar zijn. Hoogtes. Vind ik echt wel eng. En kleine ruimtes. Ik zou levend begraven. Hoogtes heb ik nog wel dat ik soort van die stap durf te zetten uiteindelijk. Met heel veel tegenzin. Maar ik zou nooit, nooit levend begraven willen worden. Zou jij wel doen, hè? Ik zou wel doen. Waar ben je nog meer bang voor? Zijn er nog vragen voor Geraldine? Ja, achterin in het midden. Denk ook na, hè, mensen, als je een vraag hebt. Nu kan je hem stellen. Straks zie je alleen maar op televisie. Ja, Geraldine, hoe zie je jezelf ongeveer over 5 à 10 jaar? Ja, ik vind dat het is nu ook een cruciaal moment, hè, voor die vraag. Want denk 5 jaar geleden of 4 jaar geleden dacht ik, ja joh, dan zit ik nog bij BNN. Maar dit is wel zo'n punt van, oké, over 5 jaar ben ik 31. Zit ik dan nog bij BNN? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik wil eigenlijk heel graag blijven, want wat ik doe is fantastisch. Maar het moet wel, dat pakket met programma's, dat moet wel vol blijven. Dus het ligt er maar net aan. Ja, ik zit nu nog wel goed bij de publieke omroep bij BNN. Maar wie weet, als ik 31 ben, heb ik 3 kinderen. En wil ik helemaal niet meer zoveel reizen. Niet 3 trouwens. Dat was jawel, echt heel nou heb je 3 veel. Gezegd. Dus over 5 jaar is een beetje twijfel. Ja, ik vind het echt een hele lastige vraag altijd. Want ik had ook mezelf niet verwacht op deze plek
op mijn 26e. Ik had mezelf niet in een auto op Kaap Verdi zien zitten toen ik 25 was. En met 3 programma's op mijn naam. Dus ik moet de hele tijd mijn droom weer bijstellen. Want ik denk, fuck, ik zit er alweer. Ik ben heel benieuwd. Wij hier op deze school en ook op andere mbo-scholen kun je naar het buitenland op stage. En jij komt vaak in het buitenland. Ja. Wat voor tips heb je voor onze leerlingen? Het is een hele oude leerling. Ja. Nou ja, even kijken. Ik denk dat je sowieso je altijd wel op een gegeven moment thuis kunt voelen op een plek. Dus dat het wordt vanzelf je eigen plek. Je moet gewoon zelf gaan kijken waar je heel graag naartoe wil. En dan kijken wat voor stages er zijn. Je kunt het ook omdraaien. Van oké, hoe leuk vind ik bijvoorbeeld Kaapstad? Daar is rechten heel hoog. Groot, geloof ik. Kun je veel, nee, dokter. Je kunt daar, nou ja. Die kooschappen. Kooschappen kun je daar heel goed doen. Dus je moet gewoon goed kijken waar je bepaalde stages kunt doen. En dan gewoon, ja, ik zou het gewoon doen, man. Nederland is hartstikke leuk. En het is fijn om weer terug te komen. Maar het is ook heel leuk om even een halfjaartje in het buitenland te zijn. Ja. Spa rood zonder bubbels is wel echt heel raar, hè? Nee, dit is gewoon water. Echt? Oh, ik dacht al. Dit, op mijn riders stond Spa rood. Een beetje Emieltje dit. Ja, dit was wel een Emieltje, ja. Sorry. Als jij zo terugkijkt op je leven, heb je dan nog iets waarvan je denkt van dit had ik eigenlijk wel willen veranderen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, nee. Ik ben dingen die... Ja, het vormt je ook naar wat je en wie je bent. Als je dingen doet en het valt tegen en je moet opeens andere dingen opnieuw doen. Uiteindelijk sta je nu hier en komt het ook daardoor. Dus werkgebied zou ik echt zeggen dat ik alles wat ik heb gedaan ook prima vind. Ja, tuurlijk, als je sommige dingen terugkijkt, denk je, jeetje, ja, dat had niet gehoeven. Maar misschien ook wel, want nu weet ik dat ik dat niet wil en ben ik hier. Dus dat. Krijg je veel negatieve reacties op social media? Nou, ik probeer dus, en dat heb ik echt een beetje voor mezelf gedaan. Ik heb ook geen Twitter dus meer op mijn telefoon. Ik kijk er gewoon niet meer naar. Ook niet naar de positieve dingen eigenlijk? Nou, het punt is, en dat is denk ik voor iedereen hetzelfde. Op het moment dat je heel veel positieve reacties krijgt, denk je yes. Maar je ziet één slechte reactie, en dat heb je waarschijnlijk al vaker gehoord. Maar het is echt zo. Je hoort er één en je denkt, kut. En iemand vindt me stom. En dat blijf je dan maar in je hoofd, blijf maar malen. En dat onthoud je. Ja. Zou je ooit in de Playboy gaan? Zeg geen nooit. Er is nog hoop, mannen. Er is nog hoop. Zullen we kijken of mensen wat te vragen? Zeker. Helemaal rechts. En daar komen we zo. Wie is jouw grote inspiratie en waarom? Ja, ik vind Linda de Mol iets hebben neergezet wat echt heel bijzonder is. Want zij is behalve een hele goede presentatrice, een merk. En dat is wel echt heel goed. Want stel, over 10 jaar denken ze Linda, of over 5 jaar, we willen er niet meer op tv, dan valt dat weg. Maar ze heeft wel iets neergezet. Bijna een imperium, kun je wel zeggen. Zeker een imperium. Ja, dus dat vind ik heel knap. Dus Linda de Mol vind ik wel een goede. En mijn moeder, altijd mijn moeder. Ja, ik kan door naar links van je, ja. Hi. Kijk je eigen programma's terug en hoe voelt dat? Ik kijk het altijd terug. Altijd? Ja. Echt? Ja. Maar, ik moet wel zeggen... Ik niet hoor. Heel veel dingen... Nou, ik heb trouwens niet alle backpacks teruggekeken. Want het was een soort van... We hebben ooit een programma gedaan, Backpack, hoe heet het? Drieprijs Backpack. En dat was zo'n drama, dat heb ik eventjes weggestopt. Maar ik kijk het wel altijd terug. Niet dat ik het altijd leuk vind hoor, want ik vond het op het begin vooral heel erg kut. En dan dacht ik, ja, wat doet ze nou met die handen? Want ik praat heel erg met mijn handen. Stop daar eens mee. Ik vond het heel irritant. Maar het is heel belangrijk dat je blijft terugkijken. Want dan kun je dus denken, oh, ik moet misschien toch even mijn zinnen afmaken. En ik moet beter in de camera kijken. Of als ik een grap maak, niet zo de grap maken, maar zo. Want hij was best grappig. Maar als hij zo doet, dan valt hij weg. Dus het is belangrijk dat je blijft terugkijken. En ik heb het hele lange tijd ook met mijn eindredacteur gedaan van 3 op reis. En die vertelde dan, en dat was echt ook klote, want kritiek is af en toe heel moeilijk. En die was aan het vertellen wat allemaal beter moet. Dus dan zat ik echt zo, oké, ja. En dan dacht ik, dit was geweldig. Nee, het moest toch anders. Dus ja, het is, dat is goed om terug te kijken. Maar er zitten allemaal mensen die zitten in hun opleiding. Ja. En misschien zitten mensen zoals jij in je opleiding zat. Ja, het leek me gewoon leuk om te doen. Maar heb je tips aan mensen voor de rest van hun leven? Ja, maar... Oké, voor... Ja, een beetje, nou, dat heb ik zou zeggen,
wel op school blijven zolang je het leuk vindt. Dat vind ik echt wel heel belangrijk. Je moet wel dingen doen die je leuk vindt. Absoluut. Ja, en als je het niet vindt, dan moet je denk ik toch wel verder gaan kijken. Soms is het ook wel heel eng om die stap te zetten. Maar zoals jij hem hebt gezet, door het toch te doen, dan doe je uiteindelijk wel iets wat je echt heel leuk vindt. Don't do drugs, ja, doe het gewoon niet te veel inderdaad. Even op jou terugkomen. Verder voor het leven. Ja, weet je wat het is? En het klinkt zo fucking spiritueel, maar je moet echt gewoon wel een beetje genieten. Want wij doen dat ook soms te weinig. Dat je dan ben je veel te veel bezig met andere dingen. Met school, met je, voor jullie dan school. Met andere mensen die dus je plaats kunnen vervangen. Je bent alleen maar bezig met, er komt een ander iemand. Dus dat moet je af en toe eventjes in de koelkast zetten en wel genieten. Het lelijkste dat er ooit over je geschreven is. Kijk, ik vind al die dingen over dat ik een sekspoes ben, dat vind ik allemaal niet zo heel erg. Over accenten denk ik ook altijd, ja, fuck it, dat maakt me eigen. Wat zijn nou echt hele stomme dingen? Weet je, ja, veel drie op reis van die mensen die dan zeggen, ik kan niet naar de kijker, ik zap weg. Ik kijk alleen voor Chris Segers. Ik denk, nou... Shit, man. Ja, dat vind ik nooit leuk om te lezen. Ja, zo raar me zeggen. Ja, ik kan er niet naar kijken. Ja, maar ik kijk het toch niet? Nee, nou, maar ik vind het heel kut als... Want die comment... Hoeveel keer zou ik kut hebben gezegd trouwens, dit hele interview? Nou, iemand bijgehouden. Dat moet ik echt minder gaan doen, hè? Sorry. We hebben daar een vraag. Ben je al een keer te open geweest dat je denkt, kut, dat had ik niet moeten doen? Zij zit lekker in de vraag, ja, hoor. Zij zit er goed in. Zeker. Ja, lekker, hè? Ja. Dat is ook de reden dat ik op een gegeven moment niet zoveel interviews meer deed. Ik ben heel open, dat heb je goed gezien. En soms was ik aan het vragen aan het beantwoorden bij een interviewer. En die was aan het schrijven en die dacht, yes, we hebben er. En dan zat ik dingen te zeggen waar ik later dacht, dat wil ik helemaal niet dat het in een tijdschrift komt. Dus ik ben zeker wel eens te open. Ja, en daarom heb ik dus even een soort van stop gedaan met interviews. Ja, ik wil gewoon voor zelfbescherming. Nu ga ik er wel weer een keertje eentje doen. Je zit er eentje. Ja, nee, maar dit is zeg maar... Dit is bij mij, hè? Dit is met jou. En het is op papier is het altijd heel anders. Het is echt, als ik nu zeg... Je kunt nu zien hoe ik het zeg. Op papier staat het. En dan denk je, jeetje, wat een kutwijf wat ze het zo zegt. Ja, dus je kunt er geen emotie in zetten. Dus, en ze dik drukken altijd... hele rare dingen. Dat je denkt, ja, dat heb ik gezegd, maar dat was nou niet het belangrijkste van het hele interview. Dus ik ben af en toe te open, ja. Ja. Met wie zou je heel graag nog een keer willen samenwerken? Ik vind het wel heel leuk om dus een... Jeetje. Okay. Nee, zeg het. Nee, ja. Ik moet even nadenken. Ja, zo Linda de Mol is natuurlijk te gek, omdat dat ook een beetje mijn idool is. Chantal Jans, het smaakt wel naar meer. Qua mannen, even kijken. Ja, qua mannen zit ik eigenlijk wel even goed nu met jou. Nee, je moet iemand. Maar je moet een man ook nog. Ja, mij lijkt het ook wel grappig om nog een keer in zo'n hele slechte film te acteren of zo. Ja, met een man. Ja, ja. Ja, ik zit gewoon even verder te denken. Ja, ik weet wel toevallig welke man jij dan wel eens mee wil. Oh ja, Michiel Huisman. Hoppa. Ja, ik wil heel graag. Het maakt me niet uit wat ik met hem doe. Ik wil gewoon heel graag met Michiel Huisman samenwerken. Ja hoor. Verstand in met Game of Thrones. Ja, hè? En we gaan naar de laatste vraag. Heb je misschien nog tips voor mensen die ook programma's zouden willen presenteren? Oh. Ik dacht al, wanneer komt die nou? Ja. Die vraag moet er toch bij zitten. Goeie, ja, hoor. Ja, het is gewoon heel belangrijk natuurlijk dat je het. Ga doen. Kijk, je hebt nu de middelen ook in deze tijd om het te doen en om eigenlijk een eigen imperium te maken op YouTube. Ik bedoel, zoveel dat makkelijker het geworden. Dat is best wel iets bijzonders. Dat hebben wij toen de tijd niet gehad. Dus je kunt gewoon altijd nu, je kunt nu ook al gaan presenteren en het op YouTube zetten. En als je gewoon maar ludieke dingen doet, dan valt het op. En je kunt ze uiteindelijk doorsturen naar naar bedrijven, naar Poont of naar BNN of naar een ander lokaal. Misschien eerst wat kleiner beginnen. Je hebt ook BNN Vara Academy, University. Dat is echt, daar komt Tim Hofman vandaan, Dennis Storm, Filemon Wesselink, Kim. Heel veel regisseurs. Heel veel regisseurs. Dat is echt, als je daar binnenkomt en je zit uiteindelijk bij die 8, ja, dan krijg je gewoon in een hele korte tijd zoveel te weten over tv. Dus dat is, ik zou dat doen. Ik zou je vooral daaraan aanmelden. Dan denk ik dat ik jou heel erg ga bedanken voor je komst. Ja, dankjewel. Ook namens al deze mensen. En dan wil ik graag een heel hartelijk applaus voor Geraldine Kemper. APPLAUS